De meer dan 400 deelnemers aan de 25e Sneekweek hebben vooral op zondag niet kunnen juichen over goed zeilweer. De flitsen deden er 6 uur en langer over om van start naar finish te varen. En dat was vooral voor de jeugdige zeilers een zware opgave voor hun geduld. Winnaar werd degene die het minst langzaam vooruit kwam. Dat was Piet van der Zwaag uit Jouwen. Hoge bomen vangen veel wind en dat geldt ook voor grote zeilen. De boten in de 30 vierkante meter klasse konden dus iets meer snelheid krijgen dan hun collega's met een klein zeiloppervlak. Maar voor wedstrijdzeilers was er desondanks weinig te beleven. De wedstrijdorganisatie had dan ook besloten de banen in te korten. De vrijheidsklasse telde zoveel deelnemers dat ze in 3 verschillende groepen moesten worden gesplitst, die elk een aparte wedstrijd voeren. De man die in de vrijheidsklasse overtuigend de overwinning behaalde was Cornelis de Haas uit Breukelen. Er waren echter ook deelnemers die niet langer trachten de overwinning in de wacht te slepen, maar al lang blij waren als ze zelf op sleeptouw werden genomen.